Hi en superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken en vandaag gaan we een heel leuk stukje maken. Ik werd vanmorgen wakker en ik had gelijk een leuk idee en ik dacht ik ga voor jullie deze video opnemen. Heb je er zin in? Doe alvast een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan, dan blijf je op de hoogte van alle video's die ik maak. Kost helemaal niets, maar dan blijf je op de hoogte en je helpt mij ook nog eens groeien, dus dat zou ik superleuk vinden. En wil je dit pakket nu bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. En dan kun je daar zelf mee aan de slag. We verzenden door Nederland, België en Duitsland. Dus waar je ook woont, het komt gewoon naar je toe. Dat is geen probleem. Goed, gaan we nu gauw beginnen. Voordat ik het vergeet te zeggen, je kan nog meedoen met de winactie van de vorige video. Wil je dat graag doen, ga dan even naar die video toe. Ik zal hem even hierboven eventjes een i'tje zetten en dan kun je zien om welke video dat gaat. En dan kan je nog meedoen om een leuk bloemstuk te winnen. We gaan aan de slag vandaag met een mooi voorjaarsstuk. Ik heb een heel mooi diemblad, dat is echt een wat zwaarder diemblad. Echt heel mooi hout. Daar gaan we een mooi bloemstuk op maken en dan gaan we op een iets aparte manier doen. Ik gebruik even een lekschaal zodat je geen vieze kringen krijgt op het diemblad. En daarop gaan we een stuk oase verwerken. Ik gebruik een half blok. Deze heb ik al natuurlijk nat gemaakt van de vorige. Let goed op als je oase nat maakt. Dat je niet onderduwt, maar langzaam vol laat zuigen. Ik snij even de zijkantjes eraf. Wat meer schuin weg. En deze plaats ik op het diemblad. Dan heb ik mooie asparagus. En deze steek er aan de zijkant in. Ik vind asparagus altijd mooi luxe lijken. En om het bakje verder te weg te werken, een beetje mos. Dit leg ik eigenlijk even over het bakje heen. En een beetje tilantia. Je kan het eventueel vastzetten met een krammetje. Maar als je echt wil dat het bakje mooi wegwerkt, kan je het een beetje eromheen vouwen als het ware. Ik ga natuurlijk nog met bloemen werken, dus dat zie ik niet precies. Maar dan is in ieder geval een groot deel van het bakje weggewerkt. Dan heb ik hele mooie soort kokosnoot, geverfde kokosnoten. En hier gaan we voorjaarsbolletjes in doen. Ik doe eerst even een stukje plastic in, zodat het zand niet doorlekt in de wol. En daarin doe ik blauwe druifjes. En het overige plastic stop ik eventjes ertussen. Als je heel veel hebt, haal je het even af met een schaar of een mesje. En om het zand een beetje weg te werken, doe ik daar een beetje mos omheen. Nou, ik heb het allemaal even mooi weggewerkt. Ik pak even het diemblad er weer bij en deze leggen we bij het diemblad op. Geeft echt een leuk effect. Echt voor je en op een aparte manier. Dan heb ik hier een mooie kersenblouse. Deze laten we iets omhoog staan. Maar straks kan best zijn dat we een boog in gaan maken. Maar kijk even hoe het straks mooi uitkomt. Goed. Dan hebben we het volgende. Dan heb ik super mooie kangaroopootjes. Mooi bloemetje en heel sterk. Die steek ik in het midden. Wat echt wel het middelpunt in het stuk. Die geeft gelijk wat hoogte. Ik vind de kleur heel mooi. Past eigenlijk ook overal bij. En mooie distel. En deze zet ik in hoogte ernaast. En dat doe ik op twee verschillende hoogtes. Zoals je ziet. Dan heb ik mooie roosjes en die zet ik er net weer onder. Ik heb er drie.
Dus die zet ik op 3 verschillende plekken onderop en naast. Super mooie gerbraad. Deze kan je hoog verwerken en laag verwerken. Ik doe het laag. Als je nou lastig vindt om hem erin te steken, kun je eventjes met een steel voorprikken. Pak dan even een steel van een andere bloem. Steek er even een gaatje in. Snijd natuurlijk je bloemen wel even schuin aan en dan kan je hem er zo goed in steken. Mooi lijnenspel erin. Dit doe ik met verschillende soorten takken. En dit breng ik me al trapgewijs toe. Zoals je ziet krijgt alles echt al een mooi plekje in het stuk. Het is heel belangrijk dat je alle bloemen en materialen wat je gebruikt goed blijft zien. Zowel de takken als de bloemen zijn allemaal goed zichtbaar in het stuk. Let daar goed op als je het stuk maakt, dat je daar echt op let. Dan ga ik met de kersenbloesem een boog maken. Steek het uiteinde goed diep in weg, dan laat hij niet los. Hier het mooie lijnenspel weer. En dat lijnenspel pas ik nogmaals een keer toe door middel van de Craspedia. Ik werk op verschillende hoogtes in het stuk en geef alles een mooi plekje. Herhaling van bepaalde vormen is nooit verkeerd. Dan heb ik nog wat mooie distel over. Die verwerk ik ook nog even kort. Dan heb ik nog mooie voorjaarsbolletjes over, blauwe druifjes. En ik vind het leuk, omdat hij in dit stukje zit, om aan deze kant in het stuk zelf terug te laten komen. Maar dit doe ik zonder potje. Ik haal het potgrond eraf. Dit kan je met je handen doen of even onder de kraan afspoelen. En deze verwerk ik zo los in het stuk op een satéprikker. Ik prik er voorzichtig een stokje in. Zijn plekje in het stuk. Ik vind het altijd super leuk. Dan voeg ik aan deze kant nog een beetje mos toe. Doe ik even vast met een krammetje. En mocht je nog wat gaatjes hebben, kan je dat aan de andere kant ook doen. Door nog een klein beetje mos zorgt vaak ook voor het rust in je stuk. En dan hebben we een heel mooi apart stuk. Je kan de kokosnoot natuurlijk ook ergens anders een plekje geven als je dat leuk vindt. Je kan hem ook in de hoek doen als je dat mooi vindt of in een andere hoek. Daarin kun je zelf gewoon je eigen stijl geven. Dus dat is natuurlijk heel erg leuk.
En dan hoop ik dat jullie dit weer een leuke video vonden. Een mooi apart voorjaarsstukje waar je heel lang plezier van hebt. Vooral het ja, dienblad is gewoon ook heel erg leuk. En dan met de kokosnoten maakt het net wat aparter. Wil je dit pakket nu bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uwonlinebloemist.nl. Daar vind je hem ook onder het kopje cursuspakketten. Daar vind je alle pakketten die ik maak naar aanleiding van de video's. Vond je dit nou een leuke les? Doe een duimpje omhoog. Abonneer dus gratis. Dan blijf je op de hoogte van alle video's die ik maak. En laat even een leuke reactie achter. Ik vind het altijd super leuk om te lezen. Dus, en dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En dan zien we bij de volgende keer weer. Doeg!